Robert Olijveld, IJsselmeervogels wint met 2-0. Een doelpunt voor jou, dus hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Maar het is ook wel weer toe aan een doelpunt van Robert Olijveld, hè? Ja, klopt. Zat er goed in. Goede voorzet van Mike van der Laar. En ik benut hem eindelijk. Ja. Werkt dat bevrijdend voor jou of is het helemaal geen issue voor je? Normaal is dat geen issue, alleen voor mij is het nu al bevrijdend omdat het al wat tijd geleden is dat ik heb gescoord. En een aantal vrije kansen heb gemist, maar ik ben wel aardig blij met mijn goal. Ja. Als je kijkt naar de wedstrijd en de tegenstander van vandaag, hoe zou je die typeren? Het is een hele goede ploeg met voetballend vermogen. Een hele frisse, jonge ploeg. En, ik was wel onder de indruk van ze konden wel heel goed voetballen. Bij Vlaag hadden we best wel moeite, maar we hebben het goed opgepakt door compact te blijven en ook zoveel mogelijk te voetballen. En uiteindelijk waren wij wat sterker. Ja, in de eerste helft kreeg Jong Almere ook nog wat kansjes. In de tweede helft heb je ze amper nog gezien op de helft van IJsselmeervogels. Was dat conditioneel of was dat tactisch? Ik weet niet of het tactisch is, maar ik denk misschien wel conditioneel, omdat we wel wat sterker waren. En wij bleven ze ook gewoon drukken en kansen creëren. En bij ons viel die op tijd en bij hun niet. En dan hebben we hem doorgezet. En dan vlak daarna schoot Danny van der Meijden ook wel goed in. Ja. En toen was het eigenlijk gedaan met de wedstrijd. Als je even kijkt, IJsselmeervogels zit in een lekkere serie. Geeft weinig doelpunten weg. Dat komt regelmatig tot scoren. Ja. Hoe is het met de sfeer in de ploeg? De sfeer zit er goed in. Zit er gewoon goed in. Als je wint, dan is het altijd wel lekker. Dan lacht iedereen. Mm-hmm. En je weet zelf, als je verliest, dan... komt hij opgezeik. Maar de sfeer zit er goed in. Iedereen zit lekker in zijn vel. En we moeten dat gewoon doorzetten. Een laatste vraag. Als je kijkt naar de ploeg, waarvan zeg je dan, dit moeten we nog echt verbeteren? Ik denk, wat we nu doen is het nogal goed. Alleen ik denk toch wel kansen creëren. Tenminste, kansen creëren wel, maar kansen benutten. Dat moet nog wel veel beter. Je zag het eerste helft. Ja. Moesten we gewoon met 3-0 voorstaan. Het zijn gewoon 200% kansen, die moeten er gewoon in. Als wij dat verbeteren, dan gaat het goed komen. Jorrit Kunst, vandaag een basisplaats. Was dat een loon naar werk, hè, voor jou? Eigenlijk niet. Iemand was te laat en als voldaad kreeg ik een basisplek. Dat was wel een verrassing, zeker. Moest je dan schakelen? Want dan ga je volgens mij de auto winnen van joh, en de bus van ik denk dat ik als wissel start. En dan moet je de basis spelen. Is dat bijzonder raar? Op zich viel wel mee. Ik heb de hele week getraind. En je gaat niet naar dat je speelt natuurlijk in het begin. Dat is wel een kleine verrassing. Mentaal bereid je er altijd weer voor. Dus misschien was het geen probleem. Nee. Als je meer wel eens wint hier met 2-0, wat voor soort wedstrijd was het? Hoe zou je hem typeren? Ik denk dat het moeite hadden met scoren, waardoor we eerder de wedstrijd hadden kunnen beslissen. En ook wel rommelig, veel balletjes in één paas vooral, wat geforceerde passes. Maar uiteindelijk wel het echte winnaar. En de nul wordt gehouden. Hoe vond je het in verdedigend opzicht gaan en staan? Prima, ik ben echt goed knepen, veel communiceren. We waren wel af en toe kwetsbaar in de omschakeling. Ook als gevolg van paasjes die dan onnauwkeurig waren. Maar al met al dingen hebben we weinig hebben weggegeven. Maar weer een perspectief biedt voor volgende week. En als je kijkt naar je eigen spel, biedt het ook perspectief voor volgende week? Heb jij jezelf denk ik in de basis kunnen voetballen vandaag? Ja, dus uiteindelijk aan de trainer natuurlijk. Ik denk dat ik degelijk heb gespeeld. Geen paar goede op de basis. Vooral degelijk verdedigende taken opgepakt, goed naar binnen geknepen, weinig weggegeven. En uiteindelijk sta je daarvoor natuurlijk. Dan is het aan de trainer om te kijken wat hij daarvan vindt. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan. En ik heb geprobeerd dat goed in te vullen. Mijn ben ik prima gedaan. Ja. Vandaag was een wedstrijd op natuurgras. Was dat ook nog even schakelen of viel het voor mij? Ja, dat is al een tijdje geleden. Was inderdaad wel even schakelen. Hoe de bal stuitert, hoe je wenden keert. Maar wel lekker. Uiteindelijk ben je zo begonnen. Ja. En ook lekker om deze keer op gras te spelen. Mooi weer erbij, dus ja, prima zaterdag. Ik heb de Dongschot, een 2-0 overwinning. Volgens mij een reguliere overwinning. Ja, dat klopt. Je hoort ook wel de term een zakelijke overwinning. Nou ja, zo zie ik dat ook. Want het viel niet mee.
Je speelt vanaf juli speeljaren op kunstgras. Dan moet je in één keer op een gewoon grasveld voetballen. Dat is geen excuus, maar dat is toch wel een iets ander ondergrond wat dat betreft. Wat dat betreft hadden we ook wat personele blessures, zeg maar, waardoor je een iets ander systeem moet spelen. Nou, dat geeft niet, want dat hebben we in de voorbereiding ook wel eens gespeeld. Ja, als je de eerste helft ziet, dan moet je eigenlijk al met 2-3-0 moet je voorstaan. Open kansen voor een goal die niet ingaat, een keeper die alles pakt. Ja, en dan weet je dat je wel die eerste moet maken. Want zij krijgen natuurlijk ook op een gegeven moment wat kansjes. En dat kan er ook zomaar eentje van in vliegen. Gelukkig gebeurt dat niet. En dan maak je twee goede goals, denk ik. Waarvan ik zeg van ja, dat hadden er eigenlijk nog wel 3 of 4 meer mogen zijn. Maar ja, uiteindelijk telt het resultaat en dat zijn die 3 punten. In de eerste helft toen verscheen Jongemeer, zit hij inderdaad regelmatig nog wel op de helft van IJsselmeervogels. In de tweede helft heb ik ze amper daar kunnen zien. Was IJsselmeervogels conditioneel beter of had dat met de tactiek te maken? Nou, ik vond dat we in de eerste helft, op het moment dat we die bal verloren, dat er dan te veel mensen voor de bal stonden, waardoor Almere makkelijk onderuit kan voetballen. Maar dat is ook een optelsom. Want op het moment dat er te veel mensen voor de bal staan, ja, dan moet onze achterhoede moet doordekken. En ik vond dat die linies de tweede helft dat beter stond, dat we eerder durfden door te dekken, waardoor we iedere keer die tweede bal hielden. En waardoor we ze ook onder druk konden houden. En dat was denk ik het verschil met de eerste helft. In de rond de 60ste, 65ste minuut brengen Julian Justiana en Danny van der Meijraken. Was dat nodig op dat moment? Nou, dat vond ik wel. Ik wilde ook vanaf de linkerkant een jongen met een linkse been hebben die ballen vol kon gooien op Danny. Nou, daar kwam gelukkig ook die 2-0 uit. Dat Julian hem eigenlijk uit stand voorgeeft. Die bal komt bij Mike Vlaar en legt hem terug en Danny schiet hem in. Dus ja, dat vond ik wel nodig om in ieder geval die druk erop te houden bij de tegenstander. Het enige smetje op de wedstrijd is volgens mij dat Danny van der Meijraken met rood moest vertrekken. Wegens commentaar op de leiding, denk ik. Heb jij in beeld wat daar precies gebeurde? Nou, ik heb het nog even gevraagd aan die scheidsrechter. Ja, en Danny die gooit er een paar termen uit. Kijk, ik vind als hij die eerste gele kaart, misschien is het een overtreding tegen hem. In plaats van dat hij tegen wordt gefloten. Nou oké, daar kan je even op reageren. Maar op het moment dat die scheidsrechter dan daarop reageert met een gele kaart, ja, dan moet je gewoon weglopen. En nu dupeert hij het elftal. Ja. Ben je al met al wel een tevreden trainer na vandaag? Ja, tuurlijk. Je blijft in het spoor van de koploper. En dit zijn gewoon hele lastige wedstrijden waarin iedereen verwacht dat je er zomaar even overheen loopt. Maar ja, dat hebben we al eerder gezegd. In die tweede divisie loop je niet zomaar over iedereen heen. En dit zijn gewoon hele lastige wedstrijden. En dan vind ik wel dat we de tweede helft als team er weer gestaan hebben. En wij krijgen ook genoeg kansen. Ja, en scoren doen we over het algemeen ook altijd wel. Ja, en we geloof ik voor de 4e wedstrijd nu op rij hebben we de 0. Met behoorlijk aanvallend voetbal. Dus ja, wat dat betreft prima. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.